Stichting Topsportopleiding Tilburg, het Koning Willem II College en Campus 013 maken het voor kinderen mogelijk om topsportontwikkeling en schoolopleiding te combineren. Zo gaan topprestaties in de sport en op school hand in hand. In de categorie Mariska Lips Award 2018. Vol van realistische ambities, Marieke van Beurden. Met haar wordt het voetbal spannend, Lena Mailleux. De relatie met haar medespeler staat centraal, Sammy Joe Smit. De 14-jarige Marieke leerde van topspeler Arvin Slachter harder te dribbelen en met meer inzicht te spelen. Intensief trainen en dan uitgenodigd worden voor de voorselectie van het Nederlands team basketbal, VU15. Nog een jaartje te jong, maar de positieve feedback die Marieke kreeg is veelbelovend. Haar ambities, diploma's halen, spelen in de Women NBA en als fysiotherapeut en coach aan de slag in de sportwereld. Lena, 14 jaar, traint en speelt 6 dagen per week. Jammer van feestjes en familieweekenden. Het patatje mayo laat ik staan. Ik heb het er allemaal graag voor over. En ik ben enorm trots op het behalen van de eindselectie van het Nederlands elftal meisjes onder 14. Na haar VWO wil Lena naar Amerika om te studeren op een topsport college of university. Haar droom? Spelen voor een Europese topclub en het Nederlands elftal. De 17-jarige Sammy Joe speelt bij PSV, de paardensportvereniging te Breda. Het is een sport van een duo dat het samen moet maken. Sammy Joe traint met meerdere paarden en verzorgt deze ook. Vroeg op, want paarden zijn vroeg op. En geen tijd voor vakantie. Maar wauw, mogen uitkomen voor Nederland in een landenwedstrijd. Haar ambitie? De stal thuis overnemen en internationaal een toppositie bereiken.